Wij hebben in dit voorbeeld toer 27, 28, 29 en 30 al gehaakt. Let op, dit is een voorbeeld hoe je de verschillende verlengde vaste haakt. Kijk in het patroon waar je moet beginnen. Haak een verlengde vaste in de top van een punt. Haak een dubbele verlengde vaste in de volgende steek van toer 29. Haak een driedubbele verlengde vaste in de volgende steek van toer 28. Haak een vierdubbel verlengde vaste in de volgende steek van toer 27. Haak een vijfdubbele verlengde vaste in de volgende steek van toer 26. Haak een vierdubbel verlengde vaste in de volgende steek van toer 27. Haak een driedubbele verlengde vaste in de volgende steek van toer 28. Haak een dubbele verlengde vaste in de volgende steek van toer 29. Haak een verlengde vaste in de volgende steek van toer 30.
Haak een dubbele verlengde vaste in de volgende steek van toer 29. Haak een driedubbele verlengde vaste in de volgende steek van toer 28. Haak een vierdubbel verlengde vaste in de volgende steek van toer 27. Haak een vijfdubbele verlengde vaste in de volgende steek van toer 26. Haak een vierdubbel verlengde vaste in de volgende steek van toer 27. Haak een driedubbele verlengde vaste in de volgende steek van toer 28. Haak een dubbele verlengde vaste in de volgende steek van toer 29. Haak een verlengde vaste in de volgende steek van toer 30. Let goed op dat de verlengde vasten een trap vormen. Je slaat makkelijk in de teruggaande trap een steek over.